Mijn rapport gaat over het versnellen van de aanleg van infrastructuur in Europa. Het gaat vooral om het weghalen van belemmeringen, waardoor de planning heel erg lang duurt. En het echt heel lang duurt voordat wegen, spoorlijnen of kanalen worden aangelegd, waardoor mensen sneller op een vakantiebestemming kunnen komen of goederen sneller bij de consument kunnen komen. Een voorbeeld bij ons in Nederland is de Betuwelijn. De Betuwelijn is 25 jaar geleden in planning genomen. Het Nederlandse deel is 15 jaar klaar. Het Duitse deel is nog steeds in planningsprocedure. Dus op dit moment met de lage waalstand kun je eigenlijk niet de containers die niet meer over de Waal kunnen of over de Rijn kunnen, kun je dus niet over het spoor vervoeren. Dus de Duitse industrie gaat stil liggen. Dat kan niet. Dat moeten we versnellen. Daar moeten we ook een aantal belemmeringen wegnemen in de planningen om dat te kunnen doen.